Yo mensen en welkom bij de allerlaatste vlog van dit seizoen. Ja, helaas aan alles komt een einde, maar we hebben wel een heel mooi einde. Zometeen komen Joshua Brenet en Steven Bergwijn naar de studio van, zoals je kunt zien, PSV TV. En ik heb een aantal stellingen voor ze. En ja, we gaan ze gewoon kijken wie uit het team er eigenlijk het beste bij past. Ik hoop dat het lachen wordt. Ik weet zeker dat het lachen wordt. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer je even op het kanaal van PSV. En let's go. Hey boys, allereerst, hoe is het naar de kampioen? Het is inmiddels een maand geleden kampioenschap. Beetje rustig aan, laatste weekje? Ja, toch wel weer gewoon de training opgepakt. Ook een paar wedstrijden weer gespeeld. Ja, dat gevoel blijft er. Ja, dat snap ik. Bijna vakantie. Lekker vakantie, man, zit er al in, hoor. Je weet al waar je heen gaat? Ja, we gaan samen wel. Ik ga samen. Ja, echt? Oh, dat is mooi. Ja, dan heb ik de twee goede uitgekozen, denk ik, vandaag. Ik heb gewoon een aantal stellingen. En de vraag is aan jullie, ja, wie van jullie er het eigenlijk beste bij past. Mag ook iemand uit de selectie zijn. Hoeft niet per se een van jullie twee te zijn. Als je denkt van, deze persoon uit het team, die past hier nog meer bij, moet je hem gewoon roepen. En ook even uitleggen waarom, want daar ben ik dan weer benieuwd naar. We beginnen gewoon simpel, maar we hebben jullie wel eens zien dansen. Maar wie kan er nou uit het team het beste dansen? Ja, daar moeten we Bart hebben. Bart. Jullie zijn wel unaniem meteen allebei eens. Ja, maar Bart. Dit is een makkelijk inkomertje. Ja, makkelijk. Ja. Bart danst op elk liedje. Maar weet je wat ook mooi is? Op elk liedje heeft hij hetzelfde dansje. Zijn jullie allebei niet van dansen dan? Nee, niet echt. Wij een beetje op de achtergrond. Achtergrond, ja. Af en toe wel. Niet zoals Bart. Niet zoals Bart. Wie geeft er het meeste geld uit? En dan eigenlijk voornamelijk gewoon onzin, weet je wel. Steve garandeerd. Dat is Josh. Maar gewoon naar onzin, garandeerd. Op kleding, ja, Steve garandeerd. Ja? Ja. Is het Josh? Ja, kijk, ik hou van kleding. Steve. Ik hou van kleding. Van mooie dingen hou ik wel, sowieso. Ja. Maar ja, hij geeft ook wel... Nee, Steve garandeert voor alles. Ja, om de week zitten wel spullen hier beneden in een doos. Ja, alles Steve. Ik weet niet, misschien heeft een van jullie deze dan al, als jullie de twee zijn die veel geld uitgeven. Maar wie zou als eerste een diamanten grill kopen? Voor in de mond. Ik denk toch wel Josh dan. Nee, ik gouden grill. Jij diamanten. Diamanten. Hij liep ook al met gouden tanden en zo. Ja, daarom zei ik gouden grill, maar jij hebt meer wat diamant dan. Ja, maar dat zou ik niet doen, hè. Nee. En ook niet iemand anders uit het team niet? Of zijn jullie twee dan wel? Derek. Ja, misschien Derek. Oké, daar ben ik ook wel eentje voor. Ja. Jullie zijn allebei best wel ijdel volgens mij. Al zit er denk ik wel meer bij jullie tussen. Wie vindt zichzelf het knapst? Ja, is hij. En is hij ook het knapst? Nee. Zou een van jullie zaakwaarnemer willen worden? Ja, hij zegt nog, als hij klaar met voetbal wordt, hij zaakwaarnemer. Zeker weten. Ja? Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja, de stelling is, wie zou de beste zaakwaarnemer zijn? Maar dan ga je natuurlijk jezelf zeggen. Nee, dat denk ik niet. jawel. Je gaat geen succes. Ik kan goed zaken doen. Ik kan goed praten. Mooie nieuwe Raiola. Ah ja, wie weet. En wie zou jij dan? Wie zou jij denken? Want jij zegt niet Steve, dan... Ik denk het Daniel of zo. Hij van, die gewoon slim, rustig. Ik ben niet slim. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg gewoon, hij denkt verder. Ja, maar dat zou me wel... Dat is wel iets wat wat zou jij dan aan het voetbal doen? Als je geen zaken aannemen wil worden. Gewoon niks, gewoon chillen, genieten. Ja, je hebt grote kans, ja. Grote kans. Ja, er was ook nog een vraag, wie is grootste familiemens? Maar dat ben jij dan natuurlijk. Tuurlijk, jij gaat gewoon chillen met je familie. Tuurlijk, zeker. Ja, want we was Steve ook wel echt een familiemens. Zeker. Maar altijd met mijn familie. Ja. Maar jij hebt nog geen kinderen natuurlijk. Nee. En wie gaat het langs wachten dan met kinderen? Ga je lang wachten? Wil je eerst klaar zijn met voetbal? Nee, dat niet. Mij maakt het eerlijk gezegd niet uit. Nu nog niet, maar... Als het komt, dan komt het. Nou. En jij nog meer of ben je klaar? Ik zou nog wel graag een meisje willen. Ja, nog een meisje? Ja, natuurlijk. Ja, dan. jullie hebben nou allebei een vriendin. Dan is deze misschien wel saai. Dus noem maar iemand anders op uit het team dan die nog vrijgezel is. Maar wie heeft het meeste succes bij dit vrouwtje? Of jullie, je mag ook jezelf zeggen voor je vriendin dan. Dat is wel gevaarlijk om te zeggen. Ja, dit is gelijk over. Sla je hem over? Pas je? Ik zou het echt niet weten. Wie heeft het meeste succes? Zijn er nog veel vrijgezel? Volgens mij niet, eerlijk gezegd. Jullie hebben best wel allemaal een meisje, hè? Als ik het zo zag bij het kampioensfeest. Ja, volgens mij is iedereen een vriendin in het team. Ja, volgens mij wel. Misschien een hele jongen, maar... Wie gaat er als eerste een Champions League finale spelen uit het team? Ja, of jullie zelf, maar ook. Ja, misschien wij zelf dan als PSV. Als we als zelf op PSV? Ja, als hele team. Ja, kan. Het kan. Je moet nooit kijken hoe we zelf hoe ver waren gekomen van Atletico, ja. En toen had het ook gekund. Wie heeft de slechtste muzieksmaak? Een makkelijkere. Deze moet je wel iemand op kunnen noemen. De slechtste muzieksmaak. Dan ga ik toch wel even Bart.
Hij danst het meest op de slechtste muziek. Bart of Mauro, één van de twee. Mauro dan. Hoor. Ja. Mauro dan. Die komt met die Braziliaanse muziek en zo, daar word je moe van. Hè? Ja. Daar word je echt moe van. Ja. Die mag ook niet meer aan dat ding hoor. Kampioenswezen is klaar. Ja, is klaar. Ja, is klaar. Wie is de slechtste chauffeur? Slechtste chauffeur. Dit is een harde hoor. Ja, Kenneth Paul. Ja. Ja, Kenneth. Moet je even met de grabbelse auto ja, gaan. Ja. De meeste ongelukken of lijkt gewoon een botsauto. Ja, botsauto, ja. Ja. Die heeft alleen maar deuken. Ramt tegen alles aan, ja. Kenneth, 100%. Wie is de meeste modieus? Jullie gaan zo zelf zeggen. Meeste verstand van mode. Ja, ik ook. Ja, Steve toch wel. Jorrit ook, hoor. Jorrit ook wel, ja, klopt. Ook. Omdat hij geeft veel geld aan kleding. Nee, dat is niet waar. Ik hou gewoon mijn dingen gewoon bij Sarah. Zo, dus. Wat? Wie heeft de slechtste modesmaak? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Wie ziet er gewoon dat je denkt van, gast, wat trek jij elke dag aan? Dat heb je echt al bij iemand. Ja, je hebt iemand in je hoofd. Eerlijk? Gewoon nee, zeggen. Ik heb niemand. Jawel, hij wel. Dat kan je niet maken. Hoezo, hij kijkt toch niet? Ja, nee, ik heb niemand. Nee. Ik heb niemand. Ik heb wel wat aan goed uit. Voorheen was het Zina, altijd. Ja? Ja, die... Ja, het waren ook dingen ook wel hoor. Die Spaanse... Die boys die van Amerika, Zuid-Amerika en zo komen, ja, die dingen daar is anders toch vergeleken ja, met okay, ons. Ja. Maar nu zijn ze wel, ze komen in onze cultuur hier. Met, als je naar een onbewoond eiland zou moeten, en je mag niet je vrouw of je vriendin kiezen of je kinderen, wie uit het team zou jij meenemen naar het onbewoond eiland? Ja, Daniel. Daniel? Wow. Ja, ik dacht dat je zou mij zeggen. Ik dacht dat jullie elkaar zeggen. Nee, maar ik denk dat overleven toch? Ja. Ja, hij is slim. Ik denk overleven. Vissen vangen, ja. Dat Steve's met Steve zou ook niet overleven, man. Ja. Wie zou jij dan nemen? Ja, om te overleven, dan denk ik ook wel Daniel. Die was slim. Daar ga je mee overleven. Ja. En dan de laatste. Anders gaan we dit, Steve. Oh ja, als beste vrienden. Ja, jullie zijn wel echt beste vrienden. Ook bij dit geld. Mooi. Buurman ook. Ja. Echt? Ja, dat is wel vet. Word je dan je mond gek van elkaar af en toe? Nee? Ja, af en toe. Hij wel. Wie van jullie gaat het vaakst naar de kapper? Dat mag gewoon voor jullie twee zijn. Ja, beide. Beide, ja. Lekker kort aan. Ja, ik ga meestal gewoon voor elke wedstrijd. Voor elke wedstrijd, ja. Nu voor elke wedstrijd? Ja, nu is vakantie, of nog niet vakantie, maar seizoen is zo goed als klaar. Dus, ja, maar eigenlijk iedereen in het team gaat gewoon elke wedstrijd. Ja, voor elke wedstrijd. Ja. Moet fresh zijn voor... Voor camera, ja. Dus je bent nu niet door naar de kapper geweest? Nee, niet, ja, ik weet het niet. Dit is real, dit. Zo is het echt. Boys, ik ga jullie een fijne vakantie wensen. Thanks voor de tijd. Dankjewel. En succes voor het seizoen. Normaal dat we jullie hier gewoon terugzien, hè. Zeker. Oh, dat is overtuigd. Ja. Nou, die hebben we. Hij zegt niks. Slim. Hey, bedankt, man. Hoi. Ik vind het mooi. Ja, en dat was hem alweer voor dit seizoen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze allerlaatste aflevering. Je kunt het hele seizoen nog terugkijken. De playlist staat in de beschrijving. Je kunt kijken via het kanaal. We hebben superveel vette dingen gedaan. Ik wens jullie ook, net zoals de spelers, allemaal een ontzettend fijne vakantie toe. Sommigen zullen nog even naar school moeten, maar die vakantie die komt vanzelf. Veel plezier met wat je ook gaat doen. Geniet van de zomer. Tot volgend seizoen. En later mensen.